What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalvijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekkenwerk. Ah. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekkenwerk. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalvijn. En het is weer tijd voor een nieuwe Gekkenwerk aflevering. Jazeker, het programma waarin ik de meest idiote opdrachten die nooit iemand zou doen, ga uitvoeren binnen nu en 24 uur. Het wordt weer een feest, zoals altijd. Ik sta op het punt om een van de vele prachtige fanaccounts die ik heb een bericht te sturen en te vragen of ze een getal tussen de 1 en de 100 willen opnoemen. En stel bijvoorbeeld dat ze zeggen 16,5. Dan zoek ik opdracht 16,5 uit de Gekkenwerklijst van 100 meest idiote opdrachten. En die opdracht moet ik uitvoeren. Holy fuck, G. Zo. Oké, dus ik ben er klaar voor. Wie gaan we vandaag DM'en? Ik denk the one and only fan.kalvijn. Oké. Fan.kalvijn, fuck it. Noem eens een getal tussen de 1 en de 100. Zoals altijd. Omg 53. Opdracht 53 is... Word vrienden met 10 bekende Nederlanders binnen 24 uur. Oké, ik ben hyped, ik ben excited, let's fucking do this, Kelvin. Let's go! Goed, dit is het plan. BN'er staat voor bekende Nederlander. En als je bekend bent, heb je het druk met bekend zijn en foto's maken en geld verdienen en goede doelen steunen en interviews geven en aan tv-programma's meedoen en geruchten ontkennen en nog veel meer. Maar hopelijk hebben de bekende Nederlanders vandaag even een kwartiertje de tijd om met mij hele gekke chillings te zetten. Oh ja, het plan. Ik ga gewoon elke bekende Nederlander stalken en vragen of ze buiten willen komen spelen. En als ze ja zeggen, rijd ik naar ze toe. Zo simpel is het. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Zoals jullie weten ben ik wel een redelijke regelbitch. Dus wat ik als eerste ga doen is heel even googlen op BN'er. En dan krijg je al vrij snel zulke soort resultaten. Zeg maar Chantal Jansen, Tygo Gernandt, Gerard Joling, Marco Borsato, Nicolette van Dam. Ja, Giel, maar die ken ik dan al. Dus dat telt dan weer niet, vind ik. Kortom, heel veel verschillende types. En ik ga gewoon bij iedereen even na of ik via een bepaalde manier een soort route heb waarop ik ze het beste kan benaderen. En als ik die niet heb, dan ga ik gewoon managements mailen en dan kijk ik wel gewoon wat er gebeurt. Ik moet gewoon als een bitch nu aan de slag. Oké, daar gaan we. Ik moet binnen nu en 24 uur vrienden worden met 10 bekende Nederlanders. En ik vroeg me af hoe Glennis haar agenda eruit ziet. Ja, ik zou het fantastisch vinden als Marco daar één van zou zijn natuurlijk. 1 seconde. Ja, oké. Dan dat is goed. Ik hoor het wel. Oh, dat is spijtig. Oké, nou dan gaat het over. Dan ga ik weer door. Ik vroeg me af of Doutsen misschien beschikbaar is. Yo, Kalvijntje. Ja, ik heb het nummer van Ilse wel. Die kan ik wel even doorpassen, want haar kinderen kijken ook naar je video's. Dus ik denk... dat geen probleem moet zijn. Jongens, ik heb goed nieuws. Ik heb heel erg goed nieuws. Ik kan weg. Ik kan vertrekken. Ik heb hier best wel wat tijd verspild aan bekende Nederlanders benaderen en heel veel afwijzingen krijgen. Maar ik heb net van Ilse Warringa te horen gekregen dat zij in het Volkshotel is. Dat is gewoon in Amsterdam. En dat ik daar gewoon even snel langs kan komen. Dus ik ga daar gewoon naartoe. Waar had je over gesproken? Ja, hier. Ik weet niet zo goed. Misschien zit ze daar. Ik kan haar hoofd niet zo goed zien. Echt leuk als het heel anders is. Dag mevrouw. Hallo meneer. Kelvin. Ja, Ilse. Aangenaam. Ja, dankjewel. Wat fijn dat je er bent. 11, 9. Gaat gewoon niet. Ik heb niet zo heel veel tijd. Jij waarschijnlijk ook niet. Nee, want ik moet nog 9 andere bekenden vandaag. En je moet allemaal vrienden mee worden? Ja, binnen 24 uur. We moeten de vriendschap bevestigen. Okay. Daar heb ik iets voor. Oké. Ik heb dit. Dames en heren, aanschouw mijn eerste vriendenboekje ooit. Vriendenboekje. Vul het in, voor zover je dat kan. Dit zijn de basisvragen zoals mijn lievelingsdier of... mijn favoriete televisieprogramma. Stampot broccoli. Heb je dat eens gehad? Nee. Heel lekker. Ja, ik denk dat wij vroeger altijd überhaupt stampot broccoli aten, want wij prakten al onze aardappels. Ja. Oh ja? Ja, ik kom van een boerderij, dus daar is dat heel... Waar ben je geboren? Meethuizen. Nou ja, zeg. Ik uit Dalfsen. Godverdorie. Dus het is gewoon, zijn gewoon buren bijna. We komen gewoon uit dezelfde streek. Ja, dat is hartstikke mooi. Ilse Warringa. En al die huizen, zijn die ook verzakt bij jou? Ja, die ben zeker verzakt. Waar kunnen we jou van wakker maken? Ja, voor een stukje verzakking? Je moet alleen even de Kalvijn met een K schrijven en dan zijn we echt... We gaan nog even een foto maken, want die moet hier. Oh ja. En dan vond ik het bijzonder gezellig. Ik ook. Ja? Heel gezellig. Oké. Beetje zo. Beetje zo. Die portret. Ja, doe even portret met die en dat de achtergrond lekker wazig. Dankjewel. Ik vond het super gezellig. Ik vond het ook heel gezellig. En we zien elkaar in het noorden. We zien elkaar in het hoge noorden. Hartstikke mooi. En blijven zakken. Hè? Blijven zakken. Oké. BN'er 1 is gelukt. Dat is lekker. Ik was aan het denken. Hier tegenover heb je Vondelgym. Dat is de sportschool van Arie Boomsma. We kunnen gewoon even kijken of hij er is. Maar is dit de deur? Nou, dit is het. Kijk, hier staat het. Vondelgym. Dag mevrouw. Hi. Ik vroeg me af of de man Arie Boomsma aanwezig is vandaag. Ja, we rennen gewoon door, toch? Ja, we moeten ook door. Ja. Dankjewel. Nou, dat was lichtelijk ongemakkelijk. Hé, maar even serieus. Zat aan de bar niet die kickboxer? Wat zeg je? Die kickboxer. Die dacht hem te zien. Echt waar? Heb jij niet om je heen gekeken? Nee, ja, ik was alleen maar, dus ik zag er prachtig uit. We kunnen even terugkijken. Ja. Ik denk het wel, man. Ja, ik weet het niet. We hebben even de beelden teruggekeken. We weten het niet zeker. Wacht, doe het. Ja, volgens mij. Kijk, ik vind het gewoon een beetje spannend ineens. Volgens mij zit hij daar, toch? Ik ga gewoon subtiel even langslopen. Ja, dat is hem. Ik ga gewoon vragen, toch? Dag meneer. Hi, ik ben Kelvin. Rico. Aangenaam. Ik kwam hier eigenlijk voor Arie Boomsma. Oké. Dus je bent een soort van tweede optie, maar ik moet vandaag... wat zei je? Sorry. Nee, ik kwam hier voor jou. Wil je mijn vriend worden? Voordat je mijn vriend mag zijn, ja? Ga je eigen toch echt zeker eerst bewijzen. En hoe ik dat dan wil gaan doen, ja, als we toch hier zijn. Ik heb een eigen app, The Winners Workout. Je gaat mijn manier van trainen ondervinden. Ik vind het nu fucking hard, serieus. Maar dit is wel ook een beetje kut voor mij. Jongens, ben ik aan begonnen. 6. Zus doen we nog een hondje, nee? Top man. Jezus. Top. Dit was precies wat ik wilde zien. Ben ik een vriend? Ja, maat. Jij bent een mattie vriend. Top. Rico, het moment van de waarheid. Ja. Deze pen heb ik van mijn nieuwe vriendin Ilse gekregen. Oké. Je grootste held is... Ja, The Rock. Ja. Lekker. Dankjewel. Absoluut man. Zijn we officieel maten? Matties, ja. Yo. Ik heb een korte vraag, Najib. En ik vroeg me af of jij daar één van wil zijn en of we misschien die opnames dan gewoon vanmiddag kunnen doen. Oké, vanmiddag. Laat me checken. Ja, oké. Kan je me ophalen dan? Vanmiddag zit ik in Oost. Oké. Nou, top. Dan, dat zou geniaal zijn. Stuur mij even qua tijd of zo, stuur dat maar nog even door. Maar dan ben ik in ieder geval heel gelukkig nu. Is goed. Ik ken hem niet, we hebben elkaar nog nooit eerder gesproken of gezien. Alleen nou is het zo dat wij opnames ingepland hadden voor over een paar weken. Omdat hij een nieuw programma gaat maken of iets, ik weet niet precies, in de auto of zo. Maar dat kunnen we gewoon vanmiddag al doen. Dat is lekker, man. Hij is gevallen, man. Echt? Serieus? God, wat is dit nou weer? Dat was chocoladeijs. Wat is dit nou weer? Ja broer, dat was chocoladeijs. Het slaat toch nergens op? Ja. Oh, pas op. Het is een goed begin dit. Alles goed? Johnny heeft al zijn teefjes meegenomen. Toen moest zij het opruimen. Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! Weet je wat ik moet doen vandaag? Ik moet 10 bekende Nederlanders matties mee worden. Jij bent nummer 3, maar gaat het goed? Het gaat heel lekker man. Ja? En je hebt wel eens een filmpje van mij gekeken? Ja. Ja, echt? Of gewoon net even stiekem omdat, omdat je anders niet wist? Nee, mijn zoontje zegt, papa ja, die ken ik. Hij zegt, ga je met hem werken? Ja, het was hier zo stil. Papa, kan je op mijn verjaardag komen? Dus je bent hier weer uitgenodigd. Oké, wanneer is je jarig? 27. Oh, dan heb ik al wat. Ja, dat gaat helaas niet lukken. Oké. Ja. Maar ik heb er niks van jou gezien trouwens. Maar kun jij dan ook al die dialectjes een beetje? Nou, ik hoef het maar te horen en dan doe ik het na. Dat is meer mijn ding. Zeeland. Moet niet gekke worden, hè? Groningen. Groningen, ja, dat vind ik zo leuk mooi. Ja, Peterstra gewoon, ja. Ja, dat is wel goed. Ja, dat is wel mooi, hè? Friesland. Ik in Hoorn. Lekker weer, weer. Goed man! Limburg. Dat vind ik hartstikke leuk, hè, dat ik jou zo mag ontmoeten in deze auto. Brabant. Moet je luisteren, jongen? Ja, ik kan wel vertellen over Brabant, maar dat komt wel heel vaak, jongen! Godverdamme man! Ja, succes! Dit is mijn vriendenboek. Dat vind ik leuk. Hier, kijk er even in. Ja. Heb je ook tweede naam of derde naam? Najib, Saddam, Gaddafi, Osama en Hali. Stel er allemaal in. Heb je het nou helemaal ingevuld? Oh, je hebt gewoon je eigen boek, zie ik. We gaan even een foto maken, dat is officieel bevestigd. Nieuw Matties. Dankjewel, chef. Hey, gozer. Yo. Toppie. Masso. Kijk, zo moeten we het doen. Gewoon, je ontmoet iemand, je gaat er gewoon voor, je brengt er gewoon van A naar B. Het is gewoon klaar. We zijn letterlijk gewoon 20 minuten bezig geweest of zo met Najib. Dus veel afwijzingen helaas, maar ook een paar lichtpuntjes. Ik heb namelijk net een bericht gekregen van Schalk. Dat is een kennis van mij. Die is heel erg betrokken bij het opzetten van dit. Het is Team Gullit. En dat is volgens mij de eerste officiële FIFA eSports academie ter wereld. En dat is dus gebouwd rondom Ruud Gullit, de legendary voetballer. Het lijkt me wel zo'n type die dit dan leuk vindt om even te doen en even snel. Dus ik heb hem net gevraagd en Schalk zei dit. Yo Kel. Ruud gaat vanmiddag golven en hij vindt het prima als je even langskomt. Ik hoop dat je kan golven trouwens. Ik stuur je zo de info. Succes. Ik heb via via kunnen achterhalen waar deze lieve meneer is. Hij is al even benaderd. Hij is als het goed is nu aan het golven. Alleen de hele weg staat vol. Dus ik hoop niet dat als we daar aankomen dat hij al klaar is met golven. Want ik weet niet precies hoe laat hij klaar is en hoe lang hij golft. Ik heb hem niet zelf gesproken, dus ik weet niet of dit ongemakkelijk gaat worden of dat hij ons verwacht. Ja, volgens mij is dat hem. Die man in de blauwe jas. Ja, het is hem. Ja, het is hem. Dag meneer. Leuk te ontmoeten. Hartstikke leuk. Oh, ja, goed te zien. Want jij bent lekker aan het golfen. Ja, ik vind golfen een beetje mijn passie. Ja? Ja, ik heb natuurlijk veel gerend in mijn leven. Ja. En daar ben ik nu wel klaar mee met rennen. Oh, sorry. Wacht. Zo! Ja, eentjes met voetbal. Ja hoor. Ik ben gewoon kwijt. Het gaat erom dat mensen die dus zeggen van wat ben jij normaal, die willen eigenlijk dat je iets doet wat zij heel graag willen dat je doet. Juist. Dat moet je dus niet doen. Dus dat is heel. Ja, hij is een beetje scheef. Het doel van vandaag is dat we vrienden worden. Oké. Oh, dat is wel heel makkelijk. Dit is een mooi pennetje, hè? Kan ik hier gaan zitten? Ja, natuurlijk. Neem je tijd. Zo joh, 200 meter. Wat zeg je nou? Ja. Potverdikkie. Zullen we nog even een foto maken? Jazeker. Zo, jij die? Dit mag waarschijnlijk niet, maar we hebben even lak aan de regels. Oké, daar komt hij. Zal ik doen. Ja? En jij succes met dit. Ja. En hopelijk zie ik je weer eens een keer. Lijkt me super gezellig. Dankjewel. Dankjewel man. Toen we hierheen reden, zagen we iemand die verdacht veel leek op Hans Klok. En daar is Ruud nog steeds aan het golfen. En letterlijk, daar is volgens mij Hans Klok. Dus gewoon kijken wat er te halen valt. Ja, top. Ja toch? Nou, maak het. Weet je wat wij aan het doen zijn? Ja. Wij zijn, ik ben net vrienden geworden met Ruud Gullit. Ja, die hadden we ook gezien. Die staat te golfen. Ja. Ik heb een YouTube kanaal, ik heb 1 miljoen abonnees. Ik moet vandaag met 10 BN'ers vrienden worden. En ja, aangezien ons grote vriend Hans Klok hier volgens mij is. Wat een toeval. Dachten we, potverdorie, hij heeft vast wel even pauzes. Dat hebben we. Oké, dan gaan we die kant op. Nee, niet meer. Maar kunnen we niet gewoon daarin lopen? Nee, nu niet. Ik weet niet of wij een uur hebben. Het moet binnen 24 uur. Volgens mij we zijn nog niet aan het draaien. Ik zal niet in de weg zitten. Oké. Ik loop heel even met je mee. We staan op de morgen. Dag lieve mensen. Waar je naar mij, hoor. Hartelijk. Hoi, ik ben Kelvin. Hallo. Aangenaam. Hoi. Maar lijkt me legendarisch als je mijn vriendenboekje wil invullen. Nou, kom maar met dat boekje, dan doen we dat toch? Ja, echt? Ja. Ik vraag hem hier heel even de basis. De lievelingsdier, de lievelingskleur, de lievelingsfilm. Heb je een pen dan? Jazeker. Ja. Absurd. Ik vind het echt geniaal. Wij kwamen hier voor Goed Gullit. Rijden we langs, staat deze meneer. Nee. Goed. Ik heb ze gedaan, alsjeblieft. Hartelijk bedankt. Gaan we nog even een fotootje maken? Waarvoor? Komt-ie. Ja, en heb je... Jij bent vrienden met Gerard Joling, toch? Zeker. Ik wil eigenlijk bij Gerard slapen. Oh ja. Dit is fucking absurd. Dit is fucking raar. Ik snap er niks. Hoezo gaat dit zo goed? Dit is echt fucking prachtig. Gewoon Hans motherfucking Klok. The magician himself. En hij gaat me laten weten of ik bij Gerard kan slapen. Dus dat zou fucking lekker zijn. Ik ben echt alles uit de kast aan het halen, maar het werkt schijnbaar wel. Want ik doe dit seizoen mee met The Big Escape, is een tv-programma. En vorig seizoen deden er ook BN'ers mee, die ik dus nog niet heb leren kennen. En ik heb dus nu via, omdat ik meedoe aan het programma, heb ik de contactgegevens kunnen krijgen van Tygo Gernandt. Dat is een acteur en die deed vorig seizoen ook mee. En ik ga hem gewoon vragen. Ik weet dat hij in Amsterdam woont, volgens mij zelfs in dezelfde regio als ik. Dus ik ga hem gewoon bellen of mailen en dan ga ik checken of het kan vandaag. Ik ben wel on fire, moet ik eerlijk zeggen. Veel tegenslagen, maar ik ga gewoon door. Fuck deze shit. Ja hoor, we zijn lekker onderweg. Ik begin weer een beetje hyped te worden. We zijn in Amsterdam, want ik heb met Tygo afgesproken. Ik kan nog steeds niet echt lopen. Dat is wel een beetje een ding. Nee, ik doe altijd zo. Nou zie je eruit als een echte kraker. Dan wordt hij wel eens gebruikt. En we voor de laatste attack gegaan. Nou, het is fantastisch dat je dit voor me wil doen. Nee, wat tof dat ik je mag ontmoeten, man. En dat we vrienden worden vandaag, hoop ik. Dat hoop ik ook. Als wij vrienden gaan worden, dan zou ik heel graag een scène met je willen spelen. Want mijn beste vrienden zijn allemaal acteurs. Het is de filmbaantje. Oké. Okay. Hij komt... volgende week, hoorde ik. Ja, volgende week komt hij uit. Lekker, man. Wil je me even doen? Ja, zeker graag. Ik ben Jurre. Ja. Maar ik ben netjes. Ik ben een vaderregisseur. En ik praat ABN. Ja, jij praat ABN en ik ben een vaderregisseur. Oké, zullen we hem doen? Ja. Maar dan even voor het echtje. Dames en heren, jongens en meisjes. Actie. Nou, maar je moet toch één ding uitleggen, de kok. Waarom hier? Waarom de warme straat? Waar gaat het over? Ik bedoel, je was de slimste van je klas. Hè? Je bent een mooie jongen. Erg rechtschapen. Waarom vraag je hem om speciaal met mij samen te gaan werken? Ja, ik zoek gewoon een uitdaging. Ik heb gehoord dat dit bureau het meest... Het grootste stinkhol van Nederland is. Dit is 2 kilometer ellende gap, deze straat. Ik wil gewoon echt iets kunnen doen. Weet je, is opgevallen als dat? Huh? Sinds jij in mijn leven bent, dat er alleen maar ellende op me afkomt. Hoe laat is het eigenlijk? 10:15. Zo waar ook om moet gaan. Wat gaan we doen? Maar oppakken. Oh, sorry, Mike, onderbreek. Oh. Was het lekker? Was het lekker? Ja, vond je het lekker? Nog 1 keer! Ik heb het met Wally, heb ik dit gewoon 35 keer gespeeld, gek. Wat goed. Sorry. Kom, vul dat kutboek in. Waar kunnen we jou voor wakker maken? Ja. Voor nog een scène. Neem tijd. Voor nog een scène spelen. Goed. Wat tof. Het is officieel, moet ik even een fotootje maken? Hier, komt in 3, 2, 1. Lekker, maat. Dankjewel. What's good, Kelvin? We zijn in de buurt van het Vondelpark, want hier in de buurt zit Brasserie van Dam. Dat is een brasserie van Nicolette van Dam. Het plan is om er gewoon binnen te stormen en te vragen, hey, is Nicolette ook aanwezig? Zo ja. Dan is het fantastisch. Dan hoop ik dat ze mijn vriendin wil worden. Zo niet, dan is het kut. En dan gaan we gewoon door naar het volgende. Hey, mag ik dat vragen? Ja, tuurlijk. Nicolette ook binnen. Ja, ze is aan het werk. Echt? Ja. Fantastisch. Ik heb het gezien. Het ziet er nog wat druk uit. Hoi. 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 Nooit geteld, maar ga ik straks mooi op tijd. Daar hou ik van. Je bij die open haard hebt gecreëerd. Ik kom vrienden met je worden. Ik zal je even uitleggen. Ik moet binnen 24 uur vrienden worden met 10 bekende Nederlanders. En we waren in de buurt. Ik ga gewoon proberen. Je bent er. Mag ik misschien vriend worden? Nou, heel eerlijk. Want ik kan niet nu even rustig zitten. Maar als je me zou kunnen helpen. Even. Ja, het ligt eraan wat ik moet doen. Nee, ik doe zo alles. Kan je bedienen? Hello. aan de slag. Ga ik doen. Even heel erg dankbaar. Een keer. Dit is geniaal. Ik had dit zo niet verwacht. Dit was geniaal. Ik ben ook een beetje verliefd. Ik heb ook nog meer goed nieuws. Hans heeft laten weten dat Gerard er wel voor open staat om mij te verwelkomen in zijn huis. Ik ben wel, moet wel zeggen, slapen bij Gerard Joling, dat zou me geniaal lijken. Ik hoop dat hij het ook een geniaal idee vindt. Oké, Gerard, we are coming! What's good, Kelvin? We staan voor het huis van Gerard Joling, the one and only. Goedenavond. Wat is dit allemaal? Goedenavond. Wat kom jij hier doen, jongen? Hoe gaat het ermee? Die we nog steeds met z'n allen meezingen. Was je net ook bij Jook op de verjaardag geweest? Ja, het nummer ligt hier al. Ik wil vrienden met je worden. Ja, moet ik hier buiten blijven staan of mag ik binnenkomen? Nee, natuurlijk kom binnen. Jezus Christus, wat een fucking... Wat een intense plek. Dat wou je niet zeggen. Fijn dat ik hier even mag zijn. Leuk hè? Wil je een rondje lopen of even wat drinken? Nee, ja, ik wil wel een glaasje water of zo. Glas water, ja, cool. of iets anders. Ik heb nog een... ik ga hem subtiel proberen te brengen. Okay. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Mag ik bij je slapen vannacht? Nou, weet je wat het is? Dat zou ik ook hartstikke leuk vinden. Het is wel zo. Ik kan er niet of het goed voor jouw image is of voor mijn image. Maar ik heb er natuurlijk eigenlijk totaal geen problemen mee. Oké. Okay. Ik heb een vraagje. Jij kan zingen. Ik doe ook iets met muziek. Mag ik een zanglesje van je? Okay. Ik ga zo eerst een stukje voor je zingen en dan kijken of je mee kan zingen. Okay. En desnoods zing ik eerst een refreintje even. Dat is hartstikke makkelijk. Jo, tuurlijk. Ik hou van de koperen kleur van ja. Moet iets minder overdreven. Oké. Okay. Laten we mijn eigen gang maar gaan. De hele straat is wakker, jongen. De tering, man. Maar jij wil gewoon te veel in één keer. Hartstikke mooi. Weet je wat ik ook hartstikke leuk vind? Nou? Een goede nachtrust. En slapen. Dus wat mij betreft is het tijd om naar bed te gaan. Succes met alles wat je gaat doen. Ja, dankjewel. En maak wat mooi van. Heel veel succes. Yo, ik doe het licht uit, oké? Okay? Yes. Pas op. Oké, dat zeg ik. Ik doe hem uit. Je weet niet eens je eigen licht uit. Ja, geweldig. Doei. Joe. Goedemorgen. Het is tijd. Dankjewel, Gerard. Goedemorgen. Het regent. Ik heb een beetje spierpijn. Nogal. In mijn poten. Maar we gaan door. We gaan strijdend ten onder. Oh, sorry. Waar ik wel reactie van heb is het management van Wendy van Dijk. Die is op zich wel geïnteresseerd. Het is nog niet helemaal rond. Maar die ziet het wel, die ziet het op zich wel zitten. Dat kan vandaag niet, maar dat zou dan alleen morgenochtend kunnen. Maar ja, dat is op zich ook binnen 24 uur, dus dat is mooi. Dag mevrouw. Ja, dag meneer. De deur stond open. Ja, zo gaat dat. Hallo. Hi. Ik ben Kelvin. Ik ben Wendy. Wat leuk je te zien. Nou, dank. Daar zijn ze. Waylon, Sam. You're crazy, you know that. Je moet vanuit de onderwereld opereren. Zal ik je even helpen? Nee, maar kijk, wij gaan disken. Oh, pardon. Ik dacht, we leren elkaar even beter kennen. Maar... Nee, we hebben geen tijd. Jij moet door en ik heb ook een agenda. Dat is ook waar. Dit is je mobiele gym. Potverdorie. Die kan je dus overal mee naartoe nemen en altijd omdoen. Hoe werkt het? Okay. Moet dit aan de voorkant zo? Nee. Oh ja, ik heb ook nog steeds dezelfde sokken aan als gisteren. Oh nee, maar, sorry. Hé, maar Wendy. Ja. Allemaal leuk deze disc, maar ik wil je wel vragen om als we straks klaar zijn dat je mijn vriendenboekje invult. Want anders is het niet compleet. Snap ik. Hé, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Half uurtje gaan we disken. Half uur? Ik dacht 10 minuten. Nee, ja, dat is het. Ja, die disc is geniaal, alleen het lijf wat erin hangt is nog niet helemaal. Het is tijd om vriendenboekje even in te vullen, Wendy? Ja, ja. Even hier het daglicht een beetje opzoeken. Oké, lieve familie. Dankjewel. Ga ik even... Dankjewel. Leuk dat je even luistert. Dit is ongezond, jongen, wat we gedaan hebben nu. Ik heb niet meer heel veel tijd voordat we in Den Haag zijn. Dus we moeten gaan doorpakken en dan zijn we net op tijd voor Rutte. En dan hebben we alle BN'ers gehaald. Hoe epic is dat? Dat is wel echt ziek. Oké. Ik kan me herinneren dat ik tijdens de landelijke verkiezingen van een paar jaar geleden contact heb gehad met de perspersoon, of het perspersoneel, zeg, hoe noem je dat? De types rondom onze minister-president Mark Rutte. Daar heb ik wel eens mailtjes over gestuurd. Daar wouden ze dus een soort podcast opnemen of zo. Daar was uiteindelijk geen tijd meer voor. Ik ga die mensen gewoon weer mailen met de vraag of ik vrienden kan worden met Mark. Het voordeel wat ik heb, het is nu wel gemeenteraadsverkiezingenperiode tijd. Dus ze willen dan vaak wel iets van aandacht of iets van bereik of zo. Dus het is wel, qua timing is het wel de goede periode. Dat sowieso. Oké, we zijn onderweg naar het o zo mooie Den Haag, dames en heren. Hier is de heer Rutte of Mark, als het goed is, op ons aan het wachten. Het wordt alleen kiele kiele. De navigatie zegt dat we er om 11:05 zijn. Dus het moet allemaal mee zitten. Het zou wel lekker zijn als dit fucking stoplicht even op groen gaat. Dankjewel. Wat is dit nou weer, jongens? Even kijken. Zullen we dit? Waar is dat fucking? Ik weet überhaupt niet waar het is. Waar Rutte uitkomt als hij naar buiten gaat. Gelijk rechts gaat, ja? Oké. Ja, dit is... Ja. Hier moet het zijn volgens mij. Voor de duidelijkheid, het is nu 11:05. Ik was op tijd. Ik ben op tijd. Dat is even goed om aan te geven. Ik ga er maar gewoon van uit dat de heer Rutte iets later is. Ik zeg niet dat hij nog op tijd moet komen. Wacht maar. Michael de pessimist is weer aanwezig. Nou, dag meneer. Kelvin, Mark Rutte. Hart. Alles goed? Alles goed. Ik ben Mark, hoor, anders wordt het... Ja, dat weet ik. Word ik heel bejaard. Wat legendarisch dit. Oh nee. Security Council, toenemende mate zegt, kijk. Je moet even beseffen, ik moest 10 BN'ers, 10 bekende Nederlanders. Dat hoor ik, maar één dag worden. Volgens mij moest je. Ja. Hoe ben je vandaag? Nou, 9 en jij bent nummer 10. Wie zijn die andere 9 dan? Ja, noem ze maar op. Rico Verhoeven, Tygo Gernandt. Ik heb een vriendenboekje. Ja. Die wil ik vragen of je die wil invullen. Gaan we doen. Maar dat doen we straks. Laten we eerst even lekker ergens naar binnen gaan. Ja, zullen we even een koffie? Ik vind het stervenskoud hier ook. Mag ik jou natuurlijk even bedanken voor je tijd. Superleuk. Ik vind het geniaal. Ja. Wat denk je als je de vraag zou krijgen? Denk je dat de prinsesjes naar YouTube kijken? Ik zou het niet weten, maar ik vermoed het wel. Het zijn gewoon hele moderne kinderen. Dus, ik denk het hoe heet ze precies? Amalia? Of, ja, jij moet het weten. Ariane. En? Oh jee, weet je derde nou? Weet ik het ook even uit. Ja, dat is lastig. Help. Alexia, als jullie kijken, reageer even. Dat zou ik leuk vinden. Hey, ik heb een vriendenboekje. Ja. Die moet je invullen. Gaan we doen. En graag binnen de tijd, want het begint een beetje te dringen. Dit is het. Even kijken, moet ik even bellen. Wat hebben we hier? Ja, dit is even opperste concentratie. Ik weet dat, dat je baan niet makkelijk is. Nee. Misschien dat dit een niveautje te hoog is. Ja, dit is niet makkelijk. Nou, ik ga het proberen. Dames en heren, zonder jullie was dit nooit gelukt. Hallo. Ik vind het echt legendarisch. Kun je het lezen? Ik heb echt een stukje van. Ik heb nooit echt helemaal goed lezen. Daar hebben we in ieder geval wat gemeen. Nou, dan moeten we alleen nog even een foto maken. Ja. En dan is de vriendschap officieel. Wat opgeschreven wat ik met jou wil delen is een plaatje. Even het licht een beetje aanpassen. Fantastische tekst van mezelf. Het prachtige handschrift van volgende keer doen we het gewoon digitaal. Ik wil jou heel erg bedanken. Hey, jij bedankt. En we zijn officieel vrienden nu. Bij deze. Toch? Absoluut. Ik kan voor de rest van mijn leven zeggen dat Mark en ik vrienden zijn. Proost.